beste kijkers, welkom bij mijn video. Die gaat over toeslagen. Echt best wel een onderwerp waar wel veel over wordt gesproken. Ik heb ook wel een blogartikeltje over geschreven. Maar ook heb ik daar heel veel mensen eigenlijk best wel mij geholpen, geadviseerd. Voor wie is dit interessant? Dat zijn toch wel de ondernemers die net aan het starten zijn. Die nog gebruik kunnen maken van de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Nou, waarom, dat leg ik zo uit, maar het komt erop neer. Op het moment dat jij onder bepaalde voorwaarden voldoet, krijg jij toeslagen. Bijvoorbeeld als jij een uitkering hebt. De uitkering is niet hetzelfde als een toeslag, maar dan voldoe je aan de voorwaarden. Hey, ik heb geen werk, dus ik krijg een uitkering. Nou, iedereen moet dat zelf weten. Toeslagen, dat is iets anders. Dat is een aanvulling op jouw inkomen. Kijk, je doet iets, je werkt, je hebt je eigen onderneming. Maar het verdient niet helemaal geweldig. Of je zit wat in een lullige situatie. Of kinderen, je hebt echt heel veel toeslagen. Daarvoor hebben we de proefberekening van de toeslagen. Dan ga ik die even hier naartoe verplaatsen. Kijk, dat was hij al. Nou, we kunnen het jaar kiezen waarvoor wij de toeslagen willen maken. Nou, zijn ook een belangrijk dingetje. Een toeslag is altijd een voorschot. Een voorschot betekent, je hebt er nog geen recht op, maar je krijgt het gewoon. Net zoals de energieleverancier eigenlijk een voorschot krijgt op jouw energiekosten. Ze weten nog helemaal niet hoeveel je hebt afgenomen, maar ze hebben gewoon een bedrag vastgezet. En dat bedrag moet je gewoon betalen en aan het eind van het jaar gaan ze even een jaar afrekening en als je blij bent dan krijg je het geld terug. Als je niet blij bent, krijg je geen geld terug. Dan ik laat jullie even een paar tips zien. Kijk, 2020 is wel interessant. Nou, waar ik veel van af weet en kan zeggen, dat is de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Het is ook zo, elk jaar veranderen die gegevens weer. Of die factoren weer voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld je huur is belangrijk. Of wat je kale huur is. Hoe oud je bent. Of je samenwoont. Het zijn heel veel factoren. En net zoals met wiskunde. Je kan factoren ook naar je toe laten werken. Of misschien. Met mijn wiskunde cijfers ging dat nooit helemaal geweldig. Maar met toeslagen ben ik iets beter. We beginnen bij het makkelijkste, dat is alleen de zorgtoeslag. Hey, en Andries, 1706-1997. Hey, ik ben 22 jaar. Andries, ja, klopt. In welk land woont u? Nederland. Heeft u een toeslagpartner? Ja, dat heb ik. Eigen toets gekomen. Nou, ik probeer 20.000 op papier te hebben. En op papier, onthoud dat. Geboortedatum van mijn toeslagpartner. Ja, dat is. Ik heb, misschien heb ik wel een partner, misschien niet. Ik doe gewoon net of die 1 januari, die is gewoon ouder. En dan denk ik, wat zou die verdienen? Nou, 5000. Dan haal ik het ook wel een keer op. Nou, kijk, dit zijn altijd vragen van. Dit noem ik altijd een luxe vraag. Kijk, je hoeft, als je de luxe vraag met nee beantwoorden of met ja kan beantwoorden, dan ben je best wel luxe. En dan hoef je ook geen druk te maken over toeslagen die je wel of niet kan krijgen, die krijg je gewoon niet. Nou, ik zit daar niet bij, dus ik moet nee invullen. Of kijk. De zorgtoeslag voor u en uw toeslagpartner samen is 159 euro per maand. En let op, even factoortjes. Andries heeft zijn eigen bedrijf. Zou onthouden, hè? 159 euro. Onthouden even. Wat zou Andries? Ik wil misschien nog eens een keer iets investeren. Ik hou wel 15.000 euro over op papier. Nou,
Hey, 199 euro per maand. Hey. Ik heb 159 is toch weer 40 euro per maand. Maar 40 euro keer 12, dat is toch weer iets meer dan wat andere dingen. En dan ga ik je even over dit toetsingsinkomen iets uitleggen. Kijk, je hebt net zoals ik een eenmanszaak. Je hebt bijvoorbeeld een omzet gedraaid van 40.000. En je hebt je zou kosten maken voor 10.000 euro. Nou, 40.000 min 10.000 is 30.000 euro. Daar gaat nog de zelfstandige aftrek af bij mij en de startersaftrek. Dan zit ik op, voor een makkelijk getal is dat min 10.000. Ik had dus 30.000. Gaat er nou 10.000 euro zelfstandige voordeel vanaf? Dan zit ik op 20.000 euro. Dus let op. 40.000 had ik. En het is nu nog 20.000 euro. Nou, gaat er ook nog een mooie MKB-winstvrijstelling van 14% af? Nou, 14% al, dan moet ik weer rekenen. Shit. Nou, dat kunnen we best wel makkelijk doen. Doen we 20.000 keer 0,86. Nou, dan zit je op 17.200. Stel dat veel. Oh, waarom kan dit nou niet? Wij het gaan invoeren. 17.000. Oh. Nee, 17.200. Bereken dat. Hey, dan heb ik 191 euro. Nou, dus ik weet van mezelf, ik zou, als ik niks speciaals zou doen, dan zou ik op een toetsingsinkomen zitten van 17.200 euro. Nou, hey, ik wil misschien, ik ben echt zo'n, wel een beetje een Apple-fan. En ik ben ook altijd wel goed voor mijn klanten, dus je kan ook een relatiegeschenk geven. Nou, een relatiegeschenk aan mijn, heb ik wel een relatie? Ja, ik heb bijvoorbeeld een website, dan heb ik een websitebouwer. Geef ik hem niet voor 200 euro. Het zit dan mooi onder die 200, 227 euro grens. Dan kom ik op 17.000. Hey, heb ik hem een cadeautje gegeven en krijg ik toch weer 2 euro meer. Dat is dan weer 24 euro. 24 euro extra toeslagen, wat gewoon echt cash is. Toeslagen hoef je niks over te betalen, is gewoon belastingvrij. Dat is het mooie. Want kijk, over die heel veel denken, oh, 200 euro en je krijgt maar 24 euro. Nou, omdat of 2 keer 12 is 24. En dat relatiegeschenk is 200 euro anders. Waarom ben je daar zo blij om? Nou, over die 200 euro moet ik weer belasting over betalen. Nou, dan blijft er misschien netto eens dus een keer 150 euro over dat mee zit. En de exacte bedrag, maar komen er wel. Maar het leuke is, mijn relatie die is super blij ermee, die vindt het leuk. En het leuke is, misschien krijg ik wel weer eens een keer wat terug. En dan heeft je per saldo niet zoveel gekost. Dan heeft je alleen 24 euro opgeleverd. Hey. En kijk, zitten we in Nederland. Hè? Dit was vorig jaar dan een dingetje dat het. Nee. Kijk, huurtoeslag. Ik heb zelf geen huurhuis, dus ik zit daar iets minder mee. Ik heb bijvoorbeeld een maatje die. Hoe oud is die gast? Nou, die is van me echt wel 25 of zo. 25, nou, dan zit je in 1995. Zit in 2020 nu. Nou, die heeft zijn eenmanszaakje en die werkt dan ook nog even gewoon in loondienst. Dus zijn eenmanszaak, dat is die berekening die ik net heb gemaakt. Dat is jouw omzet met je kosten. Dus je bruto winst. Gaan die ondernemersvoordelen er nog vanaf? Let op, ondernemersvoordelen zijn alleen voor ondernemers en niet voor mensen die een BV hebben. En wie zijn dan ondernemers, Andries? Ja, dat is een eenmanszaak, een VOF, een maatschap en in sommige gevallen een communautaire vennootschap. Maar
Ja, als je daarmee te maken hebt, dan moeten we sowieso maar een keer sparren. Want dat zijn toch wel de leuke klanten. Nou, deze gast die heeft geen partner. Dus dat is ook wel zo. Een toeslagpartner is trouwens iemand waarmee je een notarieel samenlevingscontract hebt. Een beetje op je verjaardag zeg je, hé, hey, dat is mijn. Je zegt niet, hé, hey, dat is mijn toeslagpartner. Maar dan is het meestal je vrouw of je vriendin. Of dat je verloofd bent. Maar in mijn situatie, ik heb een notarieel samenlevingscontract. Dus ik heb ook een toeslagpartner. Als je samen een kind hebt, dan ben je ook toeslagpartners van elkaar. Dus dat is best wel een harde eis. Dat is gewoon, dat staat in de wet, dit ben je wel, dit ben je niet. Als je daar nog vragen over hebt, dan gooi dat maar in de comments. Dan maak ik daar even een. Ja, dan help ik je daarin mee. Nou, die jongen die verdient een stuk beter dan ik, omdat hij twee inkomstenbronnen heeft. Die heeft wel een huurhuis. Ik denk dat hij wel op 35.000 uitkomt als hij zo doorgaat. En dan heb je nog vragen over: woont hij op kamers, of groepswoning of in een woninggebouw of blijft wonen? Nou, nee. Dus, omdat, nou, hij heeft ook geen handicap. Nou, hij is helemaal alleen, dus nul. Kijk, medebewoners. Kijk, als je gewoon een vriendin hebt en geen samenlevingscontract bij de notaris afgesloten, dan heet zij een medebewoner. Dus daar zijn het verschil tussen een medebewoner en een toeslagpartner. Nou, hij is ook alleen, zei ik al. Nou, van betaalt hij, zit in Friesland, dus 700. Tientje. Nou, van mij hadden we vorig jaar zoiets ingevuld. Hey, u krijgt geen toeslag. Nou, dan, kijk, dit is Nederland. Hey, je hebt je eigen eenmanszaak en je werkt ernaast. Gewoon, nou, niet eens Jan Modaal. Jan Modaal is 30.000. Of in ieder geval, oh, net Jan Modaal. Nou, wat gaan we dan doen? Als ik bijvoorbeeld zeg, hey kerel, als je gewoon hetzelfde doet als ik, wat zou er dan uitkomen? Die 17.000 verdienen. Nee. Wow. Dit is toch. Dit is al, je krijgt anders nul als je toeslag. Of in ieder geval als je. Nou, twee inkomstenbronnen hebt. Krijg je 0 euro. En anders 453. Gewoon netto. Hoef je niks over te betalen. 453 keer 12 maand. Nou, hoeveel denken jullie dat dat is, jongens? Even snel hoofdrekenen. Ik kan niet hoofdrekenen, dus ik heb mijn rekenmachine al gepakt. Het is dik 5400 euro. Ah. Dat is toch, dat is mooi wat. Dat is mooi wat. Nou, we gaan het even kijken als het nog hoger kan worden. Stel als ik zeg, hey, gaan we lekker investeren, maat. 15.000 overhouden. Dan heb je 461. Nou, dat valt wel mee. En als ik nou zeg, hey, je zou ongeveer op 35.000 euro uitkomen. Als we daar 30.000 euro van maken, wat zou er dan komen? Nou, dan krijg je een 20 euro huurtoeslag. Dan krijg je 27 euro. Hey. Nou, kijk, 27 keer 12, 324 euro. Nou, je krijgt gewoon minder per jaar dan je anders. Ja, in één keer ze krijgen. Nou, en dan gaan we eens. Ik had ook 17.000 ingevoerd. Gaan we kijken waar een beetje die grens is van die dikke klappen. En kijk, 24.000. Nou, dat is ook wel redelijk. En als we er 20.000 van maken, 375. Nou, onder die 20.000, dan ben je toch echt best wel goud bezig. Of goud, je krijgt best wel veel van over. Dus 18.000, dat is 400. Dus even een samenvatting. Hey, je hebt een huurhuis, je woont in je eentje en je bent super goed bezig voor Nederland. Je hebt je statusbaantje waarmee je bruto 30.000 euro verdient. En dan heb je ook nog je eigen bedrijf ernaast. Je werkt ongeveer 70 uur per week. Houdt een inkomen over van 35.000 euro per jaar. Maar wat krijg je? Geen toeslag. Hey, je bent een beetje aan het klooien. Je hebt geen.